Zaterdag 1 oktober vond in de raadzaal van de gemeente Tiel een vrijwilligersmarkt plaats. Verschillende non-profit organisaties waren aanwezig om zich te presenteren. Het Ouderenfonds doet één keer per jaar samen met Ouderen Gelderland een kerstdiner bij Van der Valk voor ouderen die zeggen van nou, ik wil nog niet zo bij andere mensen ontmoeten, maar ik ga het proberen. Het is gratis, je wordt gehaald en gebracht als je niet kan komen. En we bieden dat u aan en het duurt van 5:30 tot 8:30. U zit met plaatsgenoten aan tafel en die plaatsgenoten, daar gaat u mee slow daten. Slow daten noemen we dit. Maak kennis, het is op 12 december, zodat u met de kerstdagen weer een nieuwe kennis ontmoet waarmee u samen de kerstdagen kan doorbrengen. Ik sta namens de website Actief in Tiel op de vrijwilligersmarkt. Het is een laagdrempelige website, onder andere door organisaties en ook vrijwilligers kunnen van de site gebruik maken. Ja, ze werven hier vrijwilligers. Heeft u daar interesse in? Mogelijk. Mogelijk interesse. Wat trekt u dan aan zo'n museum? De educatie, de historie, een beetje van alles eigenlijk. Ook het vrijwilligersaspect, dat heeft ook mijn interesse toch wel. Het is heel iets anders dan de zorg en iets dergelijks, hè? Absoluut, absoluut. Het verwondert mij heel erg dat heel veel zorg hier toch mensen nodig hebben. Ja. Ja, en wij zijn inderdaad, op dat gebied zijn wij een klein beetje anders. Wij zijn het Marsusee Museum, dus een beetje vreemde eend in de bijt, hè, zoals ze zeggen.